Yo, what up, Wilbro's? Vandaag is het weer tijd voor een... De regels zijn simpel. Als je cringed... Maar voordat we kunnen beginnen met de video, jongens... het is weer zover. Horen jullie dat? Dat is de adbel. Jongens, ik heb weer een advertentie voor jullie. Zijn jullie blij voor me? Ik, Wilbo, mag weer iets vets met jullie delen. De goden van NordVPN hadden me een kans geschenkt om het te bewijzen. Om te laten zien, fucking sick, het is wat ze doen. Maar wat is NordVPN? Dit is een VPN. Maar waarom zou jij NordVPN nou gebruiken? Heel simpel. Wanneer je verbonden bent met het internet, wordt alles wat je doet opgeslagen. Ergens. Vervolgens wordt die informatie gebruikt voor advertenties. NordVPN zorgt ervoor dat jouw internetactiviteit beschermd en privé is. Ik hou wel van een beetje privacy. En dat niet alleen. Soms zijn bepaalde Netflix-series niet in Nederland. Soms kijk je een serie en dan mist Netflix Nederland een heel seizoen. NordVPN is de oplossing, want dan kun je heel simpel je IP-adres veranderen naar het IP-adres van een ander land, waardoor Netflix denkt dat je daar bent en dan kun je gewoon lekker je series kijken. Hoe sick is dat? Er bestaan gewoon geen series dan die je dan niet kan kijken. Zelfs als je reist en je verbindt je met een hotspot, zoals internet in de trein. Jij weet niet waar je internetinformatie heen gaat. NordVPN zorgt ervoor dat je zelf op reis helemaal veilig bent. Ga nu naar de website met mijn eigen promocode nordvpn.com/wilbo en krijg niet 20% korting, niet 50% korting, 70% korting, dames en heren, 70%. En dat niet alleen, gratis 2 maanden erbij. Dus waar wacht je op? Ga snel naar nordvpn.com/wilbo en word lid. Ben je nog goed in adverteren? Typ 13 in de comments als je gewoon blij wordt als ik een advertentie heb. Omdat ik zo goddamn amazing ben in reclame maken. Laat ook een duimpje omhoog achter en vergeet niet te abonneren. En laten we dan nu maar eindelijk beginnen met de video. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik haat dat. Ik wil mezelf opsluiten. Het is mij recentelijk nog overkomen. Ik was bij Puck's 12 uur stream en op haar verjaardag dus. Dus na de stream was haar verjaardag. Het was klokslag 12. Mensen gingen haar feliciteren en ik stond netjes te wachten op mijn beurt. En ik stond naast haar. En uiteindelijk kwam Matthias ervan, hey, nu is het mijn beurt. En die feliciteerde haar. Dus ik ging ervan uit. En dat was heel dom. Dat het dan klaar was. Maar nee... Ze raakten in gesprek. Maar voordat ik het door had, waren ze dus nog met elkaar aan het praten. Toen ging ik van, nu is het mijn beurt. Toen had ik er al vast. En toen had ze het eigenlijk nog steeds niet door. Toen ging ik van, oh ja, dankjewel. Het was zo ongemakkelijk. Oh nee, dit kan dat. Hey. Het is al een slecht teken als je vriendin een jongen voor je hebt uitgekozen. En... het eerste wat ze doet als ze je ziet is... Tuurlijk kan ze lachen omdat ze nerveus is, maar... ik kan spreken uit ervaring dat als meiden lachen als ze je zien, dat het geen goed teken is. My besties didn't pick my babe. I think my friends didn't... alright. Oh, nee! Oh! Maar volgens mij had Bram Krikke ook zoiets als dit, zo'n matchmaking ding. Voel aan mijn water dat er nog dit. Veel meer te halen valt. Hoe was jullie date? Ja, het was super gezellig. Ja, hè? Ja, het was echt leuk. Hebben jullie ook fysiek contact gehad? Nee, dat niet zozeer. Nee. Is er getongd? Nee. Nee, sorry. Dan kan dat nu. Nee, hoeft niet voor de kamer. Gaan jullie voor date 2? Ik zeg ja. Nou, voor mij niet. Sorry. Oh. 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 Oh.
Maar dat is altijd zo jammer aan dames, hè. Weet je, zeg niet zo van, ja, de date was super leuk en super gezellig. En dan zeggen, nee, er zit geen tweede date in. Ik verwoord het dan anders, of zo. Het was super gezellig. Nou, waarom dan niet een tweede date als het zo super gezellig was? Tuurlijk kun je het super gezellig hebben en geen romantische gevoelens hebben. Tuurlijk kan dat. Maar alsnog, dit is een date. Dit is een matchmaking programma ding. Dus als je dan zegt, ik had het super gezellig, laat je het heel erg lijken alsof, you know, alsof het de goede kant op is gegaan. Date shows, ook geen goed idee. He has similar gamer skills to me, but he doesn't have the entire rest of cornucopia of information I have. I think they know who the hardest working player in this team is. Ik ken hem! Hoppatee! Hij zat gewoon in een nerd show. I think they know who the hardest working player in this team is. We chose Josh because he had the lesser science background. Now it's just time to sit back and watch the entertainment. Josh, as much as I like you, and by the way, so subscribing to you, but you are a redundancy in our programming because I know every Pokemon you know, plus. Can I get some popcorn? I have an IQ of 146. I can absorb the world as I see it. I did everything. They just completed my vision. Katie, what do you think? I'm really, really glad I'm on this team. Love you guys. Oh my. Oh! Oh! Ik kan het universum absorberen als ik... Oh! Josh, ik abonneer nog steeds op je, maar... Die knuffel moet ik even weer zien. Oh nee! Niet een groep knuffel doen als niemand het wil. In lieu of a shout-out, Cutie, do you want to hang out after and watch the finals together? Like, just in a Discord call? Because we're both leaving at the same time, we may as well just watch the finals, we chill. I've got to go man. Somewhere. Alright, anyway, see you guys. Fun having me. Love you, Raj. Bye. Because we're both leaving at the same time, we may as well just watch the finals, we chill. I've got to go man. Somewhere. Oh, hang with. Oh. Doe dat niet publiekelijk. See you guys. Fun having me. Love you, Raj. Bye. Hij liefde. Oké, ja, ik ga even door. Bye. Well, the Apollo 11 moon landing happened 50 years ago on July 20th, 1969. And like you, I've been waiting for that for a long time. And what made it possible was this. So we're seeing, for those of you listening, we're seeing a picture of the Milky Way, but apparently not. It seems that doing a live demo what is we were supposed to see. I love the live demo fails. Yeah, but boy, that's a terrible way to start the very. Oh my god! They're leaving. They're gone. Oh. Wow. Holy cow! Talk about a colossal fail. Echt heel ongemakkelijk. Dat is echt heel ongemakkelijk. What's next for this duo? Another season? More tournaments? The online circuit? How's it going? Honestly, we don't really like the game that much anymore. Not gonna lie, so we'll see what happens. Je gaat niet zeggen op een Fortnite e-sport, whatever the fuck, zeggen dat je het spel niet meer leuk vindt. For news leader in high definition. Gay. Fucking shit. Good evening, I'm... What? May have seen our newest from AJ on NBC North Dakota News, and he'll be joining the weekend news team as my co-anchor. Tell us a little bit about yourself, AJ. Thanks, Van. I'm very excited. I graduated from West Virginia University, and I'm used to, from being from the East Coast. Okay, well, welcome aboard, AJ. Thanks. Go for it. Who is hij aangenomen? Fucking shit. Heeft hij door dat hij in beeld is? Kijk, oké, ik wil deze video werk niet zien, maar dit is wel een frustratie die ik steeds vaker zie op het internet. Je hebt nu een ding dat mensen zeggen, I'm baby. Wat betekent dat? Wat moet ik me voorstellen als iemand zegt, I'm baby? Ik bedoel, het lijkt er niet op dat ze letterlijk een baby zijn, want dat zijn ze niet. Het is ook niet dat ze deel zijn van die community van die adult babies. Dit is gewoon sowieso helemaal verwarrend. Want we hebben echte baby's. Volwassen mensen die zich gedragen als baby's. Dat is een ding, dat respecteer ik. En we hebben nu ook mensen die zeggen I'm baby. Maar niet dit zijn en niet dat zijn. Wat is het nou? Fly me to the moon. Let me sway.
among the stars. Let me know what's clear, but I got you for the tomorrow. Please ask me to God, oh God. God. I'm like right here. Bucket. Oh my god. Oh, doet ze ook gewoon alsof ze het niet begrijpen. Dat, daar kan ik het slechts tegen. Hij komt gewoon zo van prom. En zij gaat van... Wat bedoel je? Wat? Ik snap niet wat je bedoelt. Ik probeer je niet te kwetsen. Door gewoon te doen alsof ik niet weet wat je bedoelt. Alsof het niet duidelijk voor me is. Alsof mijn IQ opeens heel laag is geworden. En ik niet een simpele vraag begrijp. Dat is... Wil je naar prom met mij? Ik doe alsof ik het niet begrijp. When it's too heavy to carry, niet zingen, nee. Nee, niet zingen als je niet kan zingen. Niet zingen als je... I get to love you. Oh my god. God. Wat scheelt, dan hoeft ze in ieder geval niet meer te luisteren naar dat gezang. Oh my god. Heb jij een cringy moment gehad? Laat het me weten in de reacties beneden. En dan zie ik jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!